Er komt hier aan de overkant bij Heumensoord komt een tentenkamp voor 3000 tot 5000 mensen. Zoveel? Nou, dat is nogal wat. Maar ja, soldaten hebben er ook hier ook veel gelegen. Met de Vierdaagse? Met de Vierdaagse, ja. Daar hebben we ook nooit geen last van gehad, nooit. Nee, helemaal geen last. Nou, wat ik ervan vind, ik vind het wel een veel mensen natuurlijk. In één keer een dorpje van, wat zal hier wonen? 1000, 4, 5. En dan 5000 erbij, dat is niet niks. Malden bedoelt u, of ja, het valt ook een beetje onder Nijmegen. Ja, ja, ja. Ja, het is Nijmegen, hè. Het is, ja. Maar de wijk Bakkenstein, dat is niet niks, nee. Dus, ja. Maar ja, hoor eens, die mensen, ze moeten opgevangen worden. Hoe het ook gaat, je kunt die mensen niet in de kou laten staan. Dus, daar moet hulp aangeboden worden, ja. Ja, en de huizen zijn dan niet beschikbaar, want die hebben ze niet zoveel. Dus ja, dan moeten ze een oplossing zorgen. En als we er zoveel op moeten nemen, ja, dan zullen ze toch een keuze moeten maken. Hè? Precies, ja. Nou, we hebben nooit geen last van gehad. En ik moet zeggen, het tentenkamp is al een keertje blijven staan voor asielzoekers. En die mensen, nou, daar hebben we echt geen last van gehad. U vindt het wel veel? Het is wel veel, ja. 5000 in één keer is wel veel. Dus, ja. Ik hoop dat ze daar wel een regeling voor hebben om die mensen goed op te vangen, laat ik het zo zeggen. Dat de mensen niet zelf maar wat gaan lopen en doen, dat het echt een opvang is. Er is in ieder geval stroom daar. Hè? Stroom en water, ja, er is alles aanwezig. Dat zit daar eenmaal, omdat ieder jaar het kamp van de Vierdaagse komt. Dus, dan zitten er zo'n 6000 militairen, geloof ik, normaal, hè? Soms wel eens 8000. Ja, dat is wel heel veel. We hebben er nooit geen last van, ik merk het niet eens. Nee. Okay. Maar ja, of die mensen, ja, dat weet ik ook niet. Maar voor mij mogen ze rustig komen. Ja hoor.